Goedenavond, dit is TV West vandaag. 14 jaar cel, dat is de straf in de Haagse tarotkaartenmoord. De 72-jarige tarotkaartenlegster Jeannette van der Bogert werd ruim een jaar geleden doodgestoken. Ze is in haar flat om het leven gebracht met 76 messteken. En verder aandacht voor een brand op Scheveningen aan de Harstenhoekweg. Een man is daarbij zwaar gewond geraakt. De brandweer kwam pas na een kwartier omdat het huisnummer verkeerd was doorgegeven. En het is vandaag 1 mei, de dag van de arbeid. En er zijn nog steeds mensen die dat ook in Nederland vieren. In Den Haag bijvoorbeeld. Daar verzamelden zij vanochtend bij het Troelstra-monument. Dat straks in het nieuws, nu eerst de tarotkaartenmoord. De man die vorig jaar april de 72-jarige tarotkaartenlegster Jeannette van den Bogert doodstak, moet 14 jaar de cel in. De rechter vindt dat er genoeg bewijs is dat Nauzeer L., de Haagse dame, met 76 messteken vermoordde. Daarna pikte hij haar sieraden. De vier kinderen van Jeannette van den Bogert hebben een jaar lang gewacht op deze dag. En dan hoop je eigenlijk op de uiterste eis, 18 jaar. En dan blijkt hij uiteindelijk voor 14 jaar bestraft te gaan worden. Waarvan eigenlijk misschien 8 jaar hooguit van overblijft. En dat is een zware domper, ja. Wat de kinderen van Jeannette goed doet, is dat de rechter streng was in haar oordeel. Er bestaat geen twijfel dat Nauzeer L. de dader is. Ook al komt hij zelf met een heel ander verhaal. De rechtbank kan zich moeilijk voorstellen dat u, gewapend met een mes, polshoogte ging nemen omdat u hoorde dat een vrouw in nood verkeerde, maar vervolgens besloot haar te beroven van haar sieraden, toen u haar levenloos, zoals u dat zei, aantrof. Op 15 april wordt Jeannette van der Bogaert doodgevonden in haar flat op de Loosduinseweg. De vrouw stond bekend om haar paranormale gaven. Ze legde tarotkaarten en ze droeg graag gouden kettingen en armbanden. Anders dan uw advocaat heeft betoogd, ziet de rechtbank aanwijzingen voor een financieel motief aan uw kant. Immers, u was verslaafd aan harddrugs. U had slechts een uitkering en was altijd op zoek naar geld om uw dure verslaving te bekostigen. Het OM eiste 18 jaar cel tegen L. De rechter gaat voor 4 jaar minder. De advocaat van L vindt de straf nog steeds veel te hoog. Dit is in beginsel een teleurstellende uitspraak. We hadden natuurlijk proberen inzichtelijk te maken wat cliënt heeft bewogen op die nacht. Want hij heeft natuurlijk wel keuzes gemaakt die kwestieus zijn. De advocaat denkt nog na over een hoger beroep. De kinderen van Jeannette willen de zaak afsluiten. Take your losses en ga gewoon zitten. En denk niet verder na over hoger beroep of wat dan ook. En laat ons gewoon bezinnen wat wij nu hebben meegekregen. En dan kunnen wij ook weer verder. Ja, want hoe gaat u verder naar vandaag? Nou, het is mooi weer. En we hopen eigenlijk dat we met z'n allen, met z'n vieren en met onze gezinsleden een mooie zomer tegemoet kunnen gaan alsnog. En dat we het achter ons kunnen gaan laten. En af en toe een bloemetje bij onze moeder kunnen brengen. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een brand aan de Harstenhoekweg op Scheveningen. De brandweer wist hem te bevrijden, maar kwam wel bijna een kwartier te laat. Ze waren naar het verkeerde adres gestuurd. De woning aan de Harstenhoekweg is verzegeld voor onderzoek. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. Maar wel dat er gisteravond een hoop commotie was in de straat. Nou, wij waren thuis eigenlijk aan het koken en meestal zitten wij achter. En ik liep op een gegeven moment de gang zeg maar in bij ons. En toen rook ik een brandlucht. Dus ik ben eigenlijk naar buiten gegaan. En toen was het hectiek hiervoor. En brandweerauto's, ambulance, politie. En toen bleek dus inderdaad dat brand was uitgebroken. De brandweer was bijna een kwartier kwijt geweest om het juiste adres te vinden. Degene die de alarmcentrale had gebeld had niet het goede huisnummer doorgegeven. Tegen de tijd dat de brandweer aankwam was de bewoner er slecht aan toe. Ja, die man die hebben ze gereanimeerd hiervoor op straat. En daarna is hij met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De verdieping boven het huis is kort ontruimd geweest. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, dat is niet bekend. Volgens de brandweer komt het niet vaak voor dat er een verkeerd adres wordt gemeld. De meldkamer probeert dat dan ook op allerlei manieren te voorkomen. Wij hebben natuurlijk professionele centralisten die getraind zijn om u door het gesprek heen te voeren, als het ware. U moet heel goed begrijpen dat mensen die 112 bellen zijn over het algemeen lichtgespannen tot overspannen. Dat doe je 1 keer in je leven en je hoopt het eigenlijk niet te doen. En door middel van het stellen van vragen, mensen op hun gemak te stellen, probeer de gegevens te achterhalen die je nodig hebt. Wat voor vragen zouden dat kunnen zijn? Waar het incident precies is, wat er dan precies aan de hand is en wat men daar zelf van gezien heeft. Of er al hulp verleend is en zo ja, door wie. Dat soort type vragen.
Op het moment dat wij ergens komen en er is geen melder en er is geen incident zichtbaar, gaan wij op de meldkamer de hele melding terugluisteren. Dat wordt allemaal keurig opgenomen. Gaan wij terugluisteren, hebben wij iets over het hoofd gehoord in dit geval? En dan gaan we aan de hand daarvan bijstellen. Weten we dan nog niets, ja, dan is het jammer, dan houden wij het op een loze melding. En dan hopen wij maar dat als er echt iets aan de hand is, dat er meerdere meldingen komen. Wat we wel doen is kijken naar de toekomst. Kunnen wij iets met plaatsbepaling van betreffend mobiel telefoontje of smartphone? Maar ja, dat raakt, zoals u zult begrijpen, weer direct aan allerlei privacyregels in dit land die er denk ik terecht zijn. En dan kort nieuws. De gemeente Westland vindt het niet nodig dat de maximumsnelheid op de N223 in De Lier omlaag gaat. Op 28 maart kwamen op die weg twee mensen om het leven na een verkeersongeluk op de Van der Goeslaan in De Lier. De lokale partij Westland Verstandig wil dat de gemeente Westland er bij de provincie op aandringt de maximumsnelheid op de weg te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Volgens het gemeentebestuur is het dodelijk ongeluk niet veroorzaakt door een te hoge snelheid, maar door een gevaarlijke inhaalmanoeuvre. Bewoners van de Laan Kopers van Kattenburg in Den Haag hebben definitief de strijd verloren tegen het autoluwmaken van het centrum. De Raad van State heeft in hoger beroep al hun bezwaren tegen het verkeerscirculatieplan ongegrond verklaard. Volgens de bewoners is het verkeer enorm toegenomen sinds het plan in werking is getreden. Het verkeer op de Laan is wel toegenomen, maar de gemeente Den Haag hoeft geen maatregelen te nemen. Rellen in Istanbul, een enorme staking in Griekenland. En Berlijn maakt zich op voor een ongetwijfeld hete nacht. 1 mei, de dag van de arbeid, wordt weer overal ter wereld flink gevierd. In Den Haag was het relatief rustig tijdens de traditionele samenkomst van de socialisten bij het Troelstra-monument in het Westbroekpark. De 1 mei-viering steekt schril af tegen het massale feest rond de kroning van gisteren. Maar voor wie naar het Troelstra-monument in Den Haag is gekomen, blijft de dag van de arbeid toch een bijzondere dag. Natuurlijk zijn er strijdbare toespraken. Wij hebben gezegd, strafbaarstelling van illegale, dat criminaliseert mensen. En dat willen wij niet. Dat willen wij niet als Haagse Partij van de Arbeid. Maar dat moeten wij niet willen als totale Partij van de Arbeid. Tegen de hetser, tegen de waan. Tegen het geweld van extremisten. Wil ik met jou de stormen doorstaan. De jongerenafdeling is er wel, maar het is niet meer die begeestering die ik had toen ik jong was. Die is er niet meer, de mensen hebben het te goed gekregen. En ik denk als je socialist bent, dan ben je dat niet voor de schijn, maar dan ben je dat vanuit je hart. En dat zal ik altijd blijven en dat betekent 1 mei voor mij. 1 mei wordt overal ter wereld groots gevierd, maar in Nederland niet. En misschien komt dat wel een beetje door Koninginnedag. Ik heb gisteren de hele dag voor de tv gezeten omdat ik heel erg fan ben van en de koning en de koningin. Ik ben blij dat ik weer even buiten ben, dus ik vind de 1 mei-viering nog altijd leuker. Met de bal, gebalde vuist omhoog. Ja, de traditionele internationale in Den Haag. Ja, samenzang, daar ga je het ook over hebben, Nawal. Ja, we zien zo meteen straks een ander koor uit Zoetermeer. Dat de avond van zijn leven had in Ahoy in Rotterdam. Bij het amazing spektakel rond het Koningslied. En u hoort waarom het vandaag Zonnebloemdag is. Maar eerst nog even terug naar Koninginnedag. Want voor één gezin uit Pijnakker was de vaartocht van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsesjes over het ei gisteravond wel heel speciaal. Zij mochten namelijk met hun monumentale zeilschip bij de feestelijkheden aanwezig zijn als genodigden. En vanmorgen keken ze terug op de feestelijke avond in de haven van Durgerdam bij Amsterdam. Nou, het was vooral koud in eerste instantie. Maar wel uniek. Maar het was een heel uniek gebeuren. Dat zeer zeker. Koen en Els van Klei uit Pijnakker-Nooddorp hebben alles vanaf de eerste rij kunnen zien. Handjes schudden met het koninklijk paar lukte niet, maar ze waren wel echt dichtbij. Ja. Nou, ze kwamen op een afstandje van, wat zou ik zeggen, 10, 15 meter langs het schip varen. Nou, we hebben ze goed kunnen zien. We konden ze goed zien, zwaaien. Ze zwaaiden zelfs terug, dus viel mee. Koen en Els zijn geen kennissen van de koning, maar ze hebben wel een monumentaal schip dat ze goed onderhouden. En daarom kregen ze een ereplek. We lagen midden op het ei, tussen het muziekgebouw aan het ei en het Centraal Station.
midden in de Vaargeul. Eigenlijk lagen wij recht boven de Eitunnel. Mooi plekje. Ja, een heel mooi plekje. Gisteren was het feest. Vandaag stond meer in het teken van het opruimen. Nou, vandaag gaan we het schip wegbrengen naar zijn thuishaven. En de oranje vlaggetjes eraf. En de vlaggetjes eraf, ja. De ballonnen eraf. Dan maak je er weer een niet-oranje schip van. Morgen ligt de Rijmer Zwale van Koen en Els van Kleij weer in de thuishaven van Enkhuizen. Het Zoetermeerse popcorn Just for Fun zal deze Koninginnedag ook niet zo gauw vergeten. Ze werden uitgenodigd om samen met bekende artiesten zoals Marco Borsato en Treintje Oosterhuis het Koningslied mee te zingen bij het feest in Ahoy. Dat ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander. Een aantal leden van het koor die gisteravond optraden zat vanmiddag voor de buis in Zoetermeer om de avond nog een keer te kunnen beleven. Lief Koningspaar, hier zijn we. Uit Ahoy Rotterdam. Toen het beeld overgeschakeld werd, dat je ze zo op dat scherm zag, nou, toen kreeg je echt kippenvel. Ja. En dan zag je ook die spanning in de mensen van, ja, nou gaan we dat doen. Dat je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ja, hier staan wij daar. Ja, onder het scherm staan we. Op tv zijn ze niet echt te zien, maar het Zoetermeerse popcorn Just for Fun was gisteren wel degelijk aanwezig in Ahoy en zong uit volle borst mee. Fantastisch, we hebben echt genoten. En wat was er dan zo bijzonder aan om daar in Ahoy te zijn? Het gevoel van met z'n allen, dat iedereen meedoet met hetzelfde lied. Ik beken je tegen alles wat komt. Hebben jullie veel gerepeteerd van tevoren? We hebben wel gerepeteerd, maar dat viel wel mee. En de tekst was ook op het scherm te zien daar? Ja, gelukkig wel. Ja, het geheugen is niet zo goed? Of? Nou, voor dat hele lied is wel lastig mee te doen hoor. Zeker dat rap. Normaal gesproken zingt het koor Engelse pop en dus waren ze totaal verbaasd toen de uitnodiging om op te treden kwam. Ja, dat was echt een verrassing. Ze belden me op en ik dacht, huh? Nou ja, dus ja, natuurlijk willen we meedoen. En we hebben iedereen de vrije keuze gelaten wie mee wilde. Nou, we hebben best wel bijna 30 man die meeging. Samen met nog 70 andere koren hebben ze een avond beleefd die ze nooit meer zullen vergeten. Er werd wel gezegd dat het allemaal prima verlopen was. En dat het klonk gewoon geweldig. Dat kon iedereen horen in Nederland, denk ik wel. Ja, goed gedaan. 1 mei, het is de dag van de arbeid. Maar ook internationale zonnebloemdag. Overal ter wereld planten mensen op deze dag zonnebloemzaadjes op ongebruikte stukjes grond in de stad. Kinderen van kinderopvang Tweehoek in het Haagse Regentessenkwartier gingen ook aan de slag. Hebben jullie allemaal je stokjes? De kinderen van kinderopvang Tweehoek hebben vandaag allemaal een zakje zonnebloemzaadjes gekregen. Op het Haagse Newtonplein worden deze in de grond gestopt. Dan maak je hier zo een gat, stop je dat zonnebloem erin, zo. En dan bedek je het en dan moet je je stok erin steken van die vrouw. In heel de wereld worden vandaag zonnebloemzaadjes in de grond gestopt. Het initiatief voor de Zonnebloemdag kwam van deze Engelsman. So we could actually plant quite a few sunflowers here too. De kinderen vinden het een supergoed idee. Je wordt er heel vrolijk van al die bloemen zo om je heen. Net zoals of je door je eigen tuin loopt, maar dan ergens anders dan niet in je tuin. Bewoners van het Haagse Regentessenkwartier vinden ook dat de wijk wel wat opgefleurd mag worden en deelt de zonnebloemzaadjes uit. Zonnebloemen, zaadjes, ja? Alsjeblieft, mogen de grond in. We vinden als een groep bewoners deze wijk vrij stenig. En ja, dit is een van de dingen die onze wijk mooier maakt. Wil je ook een zakje hebben? Voor iedereen die meedoet aan de Zonnebloemdag hebben de kinderen nog een hele handige tip. Je hoeft niet altijd één pitje, want je kan ook gelijk een hele grote snee maken en dan een paar zonnebloempitten erin. En nu maar hopen dat het Newtonplein straks vol staat met prachtige zonnebloemen. Ja, naar verwachting zullen de zonnebloemen in augustus tot bloei komen. Dat zal een mooi gezicht worden. Gaan we naar het weer met Dennis Wild van Meteo Consult. De maand mei ging vandaag veelbelovend van start. De bewolking neemt inmiddels wel toe. En morgen kan er zelfs in het zuiden van de regio een drupje regen uitvallen. Maar allemaal geen grote hoeveelheden hoor. En de temperaturen zijn nog aangenaam, rond een graad of 16.
De dagen daarna komt de zon weer vaker tevoorschijn en gaan de temperaturen ook flink omhoog. Meer details straks in het uitgebreide weer. Dat is heel goed nieuws. Kijken we nog even terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag, Menno. Ja, nou wel. De verdachte in de Haagse tarotkaartenmoord, Nauseer L., heeft 14 jaar cel gekregen. De 72-jarige tarotkaartenlegster Jeannette van der Bogaert is ruim een jaar geleden doodgestoken. Ze werd in haar flat om het leven gebracht met 76 messteken. Dat en alles andere nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en natuurlijk ook op onze app voor de smartphone of tablet. Straks is hier weer een nieuwe aflevering van mijn favoriete programma Beb het Medium. En daarin is Henk van der Meijden te gast. En gaan we ook langs bij de zussen Jolanda en Maria in Zoetermeer. Want sinds het overlijden van hun moeder hebben ze nog steeds het idee dat zij in de buurt is. Dat dus zometeen bij Beb. En wij zijn er morgenmiddag weer vanaf 5:30 met een nieuwe TV West vandaag. Graag tot dan. En mede namens Nawal, een mooie avond.